We hebben ze in twee maten. Te groot en te klein. Pieten pakken genoeg, maar het Sint-Nicolaasgenootschap in Den Helder moet het dit jaar met een stuk minder pieten doen. Ze slaan dit jaar over na dreigingen met protestacties tijdens de intocht van Sinterklaas. Er is een actie aangekondigd, een demonstratie is aangekondigd. Of die er ook echt komt, weten we niet. Dus zover ik weet is er nog geen aanvraag gedaan. En inderdaad, er zijn wel zwarte pieten geweest die gezegd hebben, nou Sinterklaas, ik ga liever volgende week even mee. Kan dat ook? De reden die je krijgt is bijvoorbeeld, ja, ik moet voor school nog wat doen of een dit nog doen. Ik heb vier mensen expliciet gezegd hebben, ja, in verband met eventueel aankondiging van demonstratie wil ik liever niet aan meedoen. Dus die komen niet. Wat doet dat met het Sinterklaasgenootschap? Het is jammer, want het is een prachtig mooi kinderfeest en dat wil ik graag behouden. Maar ik vind het wel jammer voor deze mensen, omdat deze mensen hebben zich al een heel jaar erop verheugd en verheugen zich erop om mooi mee te gaan, een mooi feest mee te maken. Ja, en die denken daar nu toch iets anders over. Dat is jammer. En toch wordt alles op alles gezet om van de intocht een groot feest te maken. De schoenen van Sint-Nicolaas. Die heeft hij hier laten staan, want hij was bang dat hij ze zou vergeten. We komen met veel stoomboten en hooienvulpakjes. Daar treedt het Pieterkoor op. Een dansteam treedt erop, dus we maken er een prachtig feest van.